Wij gaan vandaag een Alexandre-ketting maken. Welkom bij het grote knutselfeest! Hey Amy, heb jij ooit zo'n mooie ketting zelf gemaakt? Nee. Zullen wij dit vandaag gaan maken? Ja. Ja? Dan is dit wat we daarvoor nodig hebben. Klei. Klala. Ja. En een soort van speciale schelpenklala. En een roller. En een schaar en een mesje. Oh, en? En draad. We gaan natuurlijk een ketting maken, maar daarvoor gaan we ook een speciale kraal maken. De Alexandre-kraal. Precies, en dat gaan we doen. Klei. Met klei. Het hartje van het bloemetje wordt 1 rood rolletje. De bloemblaadjes worden 5 gele rolletjes. En de achtergrond van het bloemetje worden 5 groene blaadjes. Hey, ik vind het wel gezellig dat je hier bent hoor, Amy. Ik dacht, wanneer ga ik? Ja, want kijk jij vaak het knutselfeest? Ik kijk heel vaak knutselen. Ah. Een paar bloemblaadjes kan maken. Ja. Zo, die leg ik heel even hier. We zijn een Alexandre-ketting aan het maken. En Alexandre betekent alle landen, afkomst en geloven. De Alexandre-kraal met de bloemetjes die staat voor eenheid en harmonie. Deze ketting bestaat uit verschillende kralen. En iedere kraal zegt iets over jou. In de tijden van de slavernij werd deze ketting ook gedragen. En nu dragen ze hem nog steeds, maar dan voor een leuke, vrolijke gelegenheid. De volgende stap is om alle rolletjes op elkaar te plakken, zodat je het vormpje krijgt van een bloem. Precies. Oké, dit was het midden van het bloemetje. Dan gaan we daarmee beginnen. En dan doen we daar de gele op. De gele op. Dan ga ik hem daarnaast op. Ja. En dit is een bloem. En om nou de tussenruimtes een beetje op te vullen, gebruiken we daar de blaadjes voor. En die doen we dan zo ertussen. Nu gaan we de kraal nog even helemaal omhullen. En dat doen we met de blauwe klei. Even lekker warm kneden. Hé, en Amy, met wie vind je het leukst om te knutselen? Met mijn oma. Knutsel je vaak met je oma? Ja. Dat is en leuk. Nee, ik heb een keer mijn opa gehelpt. We vonden een bedje bij Groevel. Maar ik had geen poppenbedje, dus die gingen we meenemen. Mm-hmm. Hadden we roze geverfd en had ik er iets opgeschreven. Oh, leuk hè? Mijn is zacht. En dan gaan we met deze grote roller het helemaal plat rollen. Zo. Wordt al lekker plat, hè? Ja. Dit is een mooie platte paddenkoek geworden, hè? Nou, dan kunnen we het bloemetje weer inrollen. Oei. Ja. Zo, mooi dit eromheen. Nu hebben we er een mooi pakketje van gemaakt. Ja. En als we hem nu samen gaan uitrollen, dan wordt hij een stuk langer. Oké, even kijken, is die lang genoeg? Ja! Ja! Als je er dan een lange worst van hebt gerold, dan kan je even met een mesje, vraag dus wel even hulp aan een volwassene, dunne plakjes ervan snijden. Hele dunne. En dan moet jij eens kijken wat er nu aan de binnenkant zit. Wauw, kijk! Een bloemetje. Kijk eens wat een bloemen allemaal al. De volgende stap is om al deze losse bloemetjes te maken tot één kraaltje. En daarvoor pakken we even gewoon een bolletje klei. Nee. Maakt niet uit welke kleur dat is, dus we doen nu even groen. Ja, ja. Mooi. En daar rollen we een klein bolletje van. Zo. Kijk, een klein ertje. En dan kunnen we nu de bloemetjes eraan vastplakken. Daar omheen plakken. Ja, deze hier en daar tussen. Kijk, dat wordt mooi. Kijk. Ja, nu we de plakjes eromheen hebben gedaan, gaan we er nog een ronde kraal van maken. Nummer 6. En dat kan je doen door even er weer een balletje van te rollen. Mooi. Ja, perfect. Al helemaal een mooie gladde kraal. Kijk hoe mooi. Echt bijzondere kralen. En nu de satéprikker. En nu de satéprikker. En die doe je er doorheen. En dan haal je maar uit en dan heb je de heb je een echte kraal om aan de ketting te rijden? Ja. Precies, prik jij hem er vast doorheen. Hierbij. Doe ik dat ook nog bij deze. Nou, dit ziet er al uit als hele mooie kralen, hè? Ja. Om ze nou in deze vorm te houden, gaan ze even in de oven. Ja, en doe maar dicht. In de oven duurt het natuurlijk wel eventjes, dus ik heb eigenlijk wel zin om even wat in de tussentijd te doen. Ja. Heb jij misschien iets leuks meegenomen wat we kunnen doen? Ja. Oh, vertel. Make-up. Tijd voor een makeover. Oh, moet ik even een andere haarband in? Oké, deze even uit. Oh! Oh!
Zo. Waar ga je mee beginnen? Blush. Met een blush, ja, dat vind ik wel fijn. Een beetje kleur in het gezicht. Oeh, dat is lekker zacht. Tijd voor de ogen. Mooi blauw. Ja, wordt het mooi? Ja. Dit is mooi. Ben je tevreden? Ja. Nou, ik ben razend benieuwd. Oh, wat heb jij dat goed gedaan? Ik zie echt helemaal zo'n smoky eye. Kijk hoe mooi ze zijn geworden. Helemaal hard. En nu is het tijd om de kralen en de andere kralen aan de ketting te krijgen. Precies. Dus dan pakken we een draadje. Deze heb jij gemaakt. Oh ja. Dat kan je. Zo. Ja. En de zwarte. En dan weer een blauwe. Weet je wat nou het leuke is? Al deze kralen hebben een eigen betekenis. Zo hebben we hier bijvoorbeeld deze zwarte kraal en dat is de Ogriai Krala. En dat is een kraal die beschermt tegen het boze oog. En die krijgen kinderen vaak bij hun geboorte. Dit is een Pamoni en die staat voor rijkdom en geld en... gezondheid. Gezondheid. Misschien zijn deze nu leuk. Deze rode en blauwe kraal, dat zijn de Indiboka. En die verwijzen naar de Indiase stam van Suriname. Dat is waar. Dit is de Chromanti. De Chromanti. Die beschermt tegen het element lucht. Ja. Ja. Zo. Het ankertje staat voor hoop. Riek. Precies. Zo. Kijk, dit wordt al mooi. En zullen we als laatste kraal nog zo eentje maken die we zelf gedaan hebben? Ja. Oké. Oh. Ja, kijk. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Dan maken we er nog een knoopje in. Ja. En dan denk ik dat het tijd is om hem aan de mensen thuis te gaan laten zien. Ja, oké. Tadaa! Oh, wat is die ketting mooi geworden. Heb je hem gemaakt voor iemand? Ja, voor mijn mama. Oh, ik denk dat ze daar heel erg blij mee is. Of. Willen jullie nou ook een keertje komen knutselen? Geef je dan op voor het grote knutselfeest. Dan zie ik jullie volgende keer. Doei! Doei!